De dienstverlening en de doelgroep van de kinderen en jongeren telefoon KJT is vanaf afgelopen woensdag uitgebreid naar het algemeen publiek. Dit bracht directeur Jacinta Jongalok Dundas gisteren naar voren in het dagelijkse ATV COVID-19 update programma. De tijden van de dienst zijn verder hetzelfde gebleven. Als de samenleving de KJT wenst te bellen, kan dat elke dag tussen 8 uur 's morgens en 4 uur 's middags, zegt de directeur. Als je iets hebt waarmee je zit, kan je naar ons bellen. Bijvoorbeeld mensen die in quarantaine zijn en die ook niet met die situatie weten om te gaan. Die kunnen allemaal naar ons bellen. Okay. En er is dus een team van maatschappelijk werkers en psychologen en orthopedagogen on standby. Dus als wij zien dat het niet iets is dat wij kunnen afhandelen aan de telefoon, dan word je in contact gebracht met. Oké. Okay. Ja. Dus het is nu KJT Plus. Ja. Zullen we het voor nu gewoon de hulplijn noemen? De hulplijn. Oké, maar gewoonlijk, dus dagelijks werken er al sociaal-maatschappelijke werkers bij jou? Wie is aan de telefoon? Wij hebben belcounselors, noemen wij ze. Dat zijn mensen die door ons grondig getraind zijn om aan de lijn te zitten. En zij worden aangestuurd door vast personeel die dus wel een achtergrond hebben in maatschappelijk werk. Jongalok Dundas zegt verder dat sedert de oprichting van de KJT de maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale Zaken altijd al in beeld kwam. Dus met de nieuwe situatie zal dat ook niet veranderen, benadrukt de directeur. Nu is eigenlijk die tweede lijn verbreed. Dus niet alleen de maatschappelijke dienst, maar ze hebben ook echt psychologen en maatschappelijk werkers extra erbij om het team te versterken. Mm-hmm. Zodat wij daadwerkelijk die hulp kunnen bieden die nodig is. Even een sideline, wie financiert KJT? We worden gesubsidieerd door de overheid. Okay. Zij betalen de lonen. En alle andere projecten die doen wij door middel van partners. En meestal zijn dat of UN-organisaties, maar merendeels zijn het Surinaamse ondernemingen. Als je om je heen kijkt, zie je dat de mensen zich echt aan de regels houden, social distancing? Ik zie dat veel mensen echt proberen het te doen. Er is een hele kleine groep, denk ik, die nog moet wennen aan de situatie. Of misschien nog niet goed inschat hoe schadelijk dat zou zijn. En daar moeten we natuurlijk steeds op hameren. Totdat zij het ook snappen. Maar het gros van de mensen die ik tegenkom, die zijn zich wel degelijk van bewust. Weet je, ik ga ook naar het pompstation. En ik loop gewoon automatisch en een manier zegt mevrouw. Je weet, anderhalve meter. Ja. Denk ik, ja, dank u wel, meneer. Ja. Dus ja, ik denk dat het gros het wel snapt. Okay. Jacinta Jongalok Dundas, directeur van de Kinder- en Jongerentelefoon KJT. Zij sprak gisteren over de uitbreiding van de dienstverlening van de KJT tijdens de dagelijkse ATV COVID-19 update programma. De doelgroep en de dienstverlening zijn uitgebreid naar het algemeen publiek.